Twente. En Twente met de eerste kansen. Die zit er gelijk in ook. Het is 1-0 door een goal van Czerny. En Danilo naar het volgende foutje van Dammers. Daar is Danilo. We moeten nog afrekenen met Itakura. Czerny sluit aan. Czerny. 1-0 Twente. Goeie goal van de Czech. Tweede wedstrijd op rij. Hij treft zeker. Ze hebben in Lauwersen, terwijl Pat de bal alweer eens inlevert. Hier is Czerny. Terugleggen, 2-0. Uitstekend uitgespeeld. Maar het is een repeterend verhaal. Er gaat weer een geweldige zekerheid aan vooraf. Van de kant van Groningen. Dippeling stapt op de bal, is hem kwijt. Zerouki, geen overtreding. Mulder fluit niet. Dus krijgt Twente de kans. En het scoort ook via Václav Czerny. Dippeling is boos op scheidsrechter Simon Mulder dat hij geen vrije trap krijgt. Maar ik begrijp dat de scheidsrechter hier niet voor fluit. Slordige paas zo in de voeten van Czerny en die bereikt Danilo. Nou, dit zou de 0-1 moeten zijn. En dat is het al heel snel. Iets meer dan een minuut gespeeld. Een hopeloze fout in de opbouw. Maar Czerny die dat vervolgens voortreffelijk doet door gelijk Danilo te bedienen. Twente komt hier als favoriet. En komt hier misschien wel aan zijn eerste kans. Voorzet van Czerny levert al een goal op. Dat is snel. 15 seconden en hij zit er al in. Daar is hij weer. Danilo. Wat een start voor Twente. Uitdraaiend, ver uitdraaiend. Brama probeert het ineens. Oh, ho, 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 ho. Ja, ha, ha. Die gaat uit zijn dak. Wout Brama. 3-0 uit de hoekschop van Czerny. En zo staat deze wedstrijd volledig op zijn kop. En hij is echt blij. 34 inmiddels. Oosterwolde troeft daar Leemans af. Danilo. En Czerny staat helemaal vrij voor de 4-0. Ja. Bos. Danilo. Menig makkelijk weggedraaid weer bij Ratio. En nu is het wel raak. Is het 1-0 voor Twente. De derde grote kans voor Quincy Menig. Voortreffelijk gedaan. Naar midden. Kan hij daar wat mee? Net niet die bal steken bij Danilo Czerny. En dan wel Danilo. Goed hoek gevonden. Prima goal van Danilo. De 27e minuut komt Twente wel op 1-0. De linksback van Twente haalt de achterlijn terug, trekt het Czerny 1-0. Eerste kans van de wedstrijd. En Czerny loopt hem binnen na uitstekend werk van Jaylen Oosterwolde. En ja, nu snel gaat het naar rechts. Maar de ingreep van Zerouki is formidabel, waardoor Twente wat kan creëren. Met Menig, die heeft hem voor zijn favoriete rechter en die krult hem heerlijk binnen. En zo leidt Twente met 2-0. Het gouden trio, vandaag een topduo. Sadilek, nog maar eens inbrengen die bal. Naar achter loert Czerny, die krijgt de bal dus ook. Er staan er 6 van Twente voor het doel te wachten. Hier is Brenet, die brengt hem erin! Het doelpunt van Brenet! Smal. Brenet. Volswinkel, Czerny, ruimte om uit te halen, Václav Czerny! Onberispelijk! Met elkaar wordt dit doelpunt gevierd. En niet alleen met elkaar, maar ook natuurlijk na deze lastige dagen. Met elkaar voor Jody Lukoki. Zijn shirt wordt hier getoond door Czerny, de maker van de 1-0. Hoenestal. Van Volswinkel, lichaam goed gebruikt, maar Lucy John niet. Van Welsman. Dit is een goede bal. Czerny, Czerny, doe het dan. Czerny doet het. Czerny doet het. Die brengt de stand op 2-1. Maar het is appel voor buitenspel. Václav Czerny. Smal.
liever niet. En met links was het onmogelijk. Zo is dat. Heel veel ruimte weer bij Small voor een goede voorzet. Hij chipt hem perfect. Perfect voor de voeten van Václav Černý. 3-0. De enige die de bal niet kwijt is, is Černý. En die zorgt dus voor die kers op de taart. Ja, als het je zo wordt aangeboden, dan moet je het maar doen. Serouki links, is wat ruimte. Een Small. Ruimte gevonden. En daar Černý. De herkansing nog voor Černý. En die prikt hem binnen. Václav Černý, de 1-0 voor Twente. Small. Later dan Serouki. Daar de keeper komt niet bij de bal. En Černý jaagt hem heerlijk binnen. Twente, twee keer Černý. Brunet. Brunet is daar opgedoken. Voorlopig geen buitenspel. Dan is het raak. Vlag blijft omlaag. 1-0 Twente. Die backs blijven zo'n onwaarschijnlijk wapen. Small en Brunet. Černý. Ja, de achterlijn halen en hem dan zo geven dat hij binnengelopen kan worden. Dat is een perfecte actie van Václav Černý. En Stijn gaat hem vieren. Serouki onderschept. Černý weg. Nou, dat moet hem dan worden. Černý, ja! Opslag van rust. Maakt Twente dan toch 1-0. Václav Černý met zijn vijfde. Dat is een goede bal. Dat is een goede bal achterwaarts. Dan heeft Flap ook wel alle pech. Want hij doet hier eigenlijk alles goed. En dan is hij toch binnen. Dan is hij toch. Černý is de man die dat doet. Pelopessi uitgespeeld. Černý. Rooswinkel kiest positie. En krijgt hier de bal. Het overstapje is goed. En daar is het doelpunt voor Twente. De eerste kans is raak. Sam Stijn. Via de binnenkant van de paal. Černý. Černý. Om er al heel snel 2-0 van te maken. Twente. Al snel op Marian de voorsprong. Černý. De tweede paal. Want daar staat de Prupper. En eindelijk weer een goal uit de corner. Handig balletje van Stijn van Wolfswinkel. Černý biedt zich aan. Het gaat naar Černý. Goed uitgespeeld door Twente. 3-1. Černý is er langs bij Cox. Černý doet het zelf. Václav Černý. Černý naar binnen. Flap. Duarte. Net. Černý. Rocky Černý. Gaat weer makkelijk voor Twente, maar het is wel echt goed gevoetbald. Golden met z'n tweeën. Fortuna kapot gespeeld. AZ heeft het ontzettend moeilijk.
smal en dan valt hij nog voor Czerny. Bij de tweede paal, maar dat nog altijd. Nou, hier ook. Ja hoor, hij doet het weer. Joshua Brunet. Misijan, zet weer eens aan voor een dribbel. Misijan, Czerny, weer Czerny. Zijn 12e van het seizoen met het hoofd. Dat overkomt hem ook niet al te vaak. Als die bal nog niet weg uit het 16 meter gebied, kan Twente nu wel gaan counteren met Czerny. Misijan is onderweg aan alle kanten. Oh, wat een bal van Czerny. Nou, die moet Misijan promoveren tot doelpunt en dat doet hij ook. En zo wordt het 2-0 voor FC Twente. Een werkelijk fabelachtige paas van Václav Czerny. Hij is in topvorm. Czerny en Stijn achter de band. Dus Czerny die trapt zin in zijn gaat achteruit. Nou, dan is het binnenlopen. En zo wordt het 4-0. Czerny met de vrije schop. Die is goed, die vrije trap. En Twente staat voor. Lekers 2-0 met de goal. Een desastreus begin van Ajax van de tweede helft. Czerny is er vandoor. Czerny zelf. En dan is het één kapbeweging te veel. Nog altijd Czerny. Aanval leeft nog. Czerny en de jassen dan alsnog binnen. Wat een schitterende uithaaluitstand van Václav Czerny. 3-1 FC Twente. Golden, Czerny, schitterend. Fantastisch doelpunt van Twente. Misijan. Hier met drie mannen, 16 meter gebied. Golden niet, Czerny nog. Zoekt de combinatie. Flap, flap en die valt binnen. En zo staat Twente vrij snel in de wedstrijd met 1-0 voor. De vleugel verlaat. Opgejaagd door Brunet. Dat is heel fanatiek. Doet. En dan komt Twente eruit met Czerny gelanceerd. En als hij opkijkt, weet hij dat de Brunet ook mee is. Czerny heeft het gezien. Brunet 3-0. Schitterende counter van FC Twente. Heerenveen al 45 minuten lang. Een speelbal van FC Twente.